Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denniske, en vandaag hebben jullie wat Black Ops 2 gameplay. En vandaag is het op de map Uplink, of de map Summit, als jullie hem misschien herkennen uit Black Ops 1 dus. In ieder geval, dit is dus een remake uit Summit. Maar in ieder geval, het is met de MSMC, iedere keer wil ik zeggen MSBS, want dat is allemaal weer van Ghost. Hè? Dat is irritant, die namen lijken allemaal zoveel op elkaar. Maar in ieder geval, dit is de MSMC. En het is met Diamond Camo, met een mooie logo erop. Op zich best wel trots op dat logo. Ik had ook altijd zo'n PlayStation logo, dat vond ik altijd super vet. Maar dit is toch net iets anders. En het is best een mooi gameplay, het is vrij agressief. Je zult het zo meteen ook zien, ik heb soms wel veel geluk. Daar had ik bijvoorbeeld veel geluk, maar ja, dan vervolgens word ik door een pistooltje afgeschoten. Dus het wordt allemaal weer gecompenseerd. En hier zag ik ook, er wordt iemand gesniped van mijn team. Dus ik wacht even tot mijn team naar binnen gaat, die wordt gesniped en ik pak de kill. Dat is gewoon tactisch jongens, dat is niet dat ik mijn team naai, dat is tactisch. Want hier word ik nou gelijk weer straf voor dat. Moet je maar eens kijken, dat is echt dom. Maar in ieder geval, waar ik het vandaag over heb is over PlayStation Plus. Want heel veel mensen die vragen me de laatste tijd van, hoe zit dat nou met de PlayStation 4? Moet je nou echt betalen voor online? En het antwoord daarop is ja. Als jij bij de PlayStation 4 online wil, en dan bedoel ik online gamen, dan zul je inderdaad moeten betalen. En je kunt de PlayStation wel gewoon online, je kunt wel gewoon op internet en zo. Maar als jij echt op het netwerk wil, zeg maar van Sony, dan zul je wel moeten betalen. En heel veel mensen zijn het daar niet mee eens. En die hebben zoiets van, joh, oplichters, betalen, wat is er nou voor onzin? PlayStation 3 hoeft er dan niet. En dat komt dat ze op de PlayStation 3 ook heel veel verlies hebben gemaakt. Totdat ze PlayStation Plus deden. En toen kwamen ze erachter, PlayStation Plus is gewoon een enorm goede winstbron, zeg maar. Gewoon om heel veel winst te maken. Want die consoles maken, daar maken ze niet zoveel winst op. Het is juist dat jij heel veel winst maakt op het netwerk, zeg maar. En dat is eigenlijk ook met bijvoorbeeld feesten. Misschien een heel stomme vergelijking. Maar feesten die worden niet, of die krijgen hun inkomsten niet van kaartjes. Die krijgen hun inkomsten van drank en van, weet ik veel, dat je daar gaat eten en al dat soort dingen. Daar krijgen ze een echte inkomsten van. En dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde als met het PlayStation netwerk. Het is niet dat je de consoles koopt dat hun geld oplevert. Maar het is vooral alles wat jij vervolgens op die console doet. En ik denk dat ik dat vrij goed heb uitgelegd. Maar in ieder geval, ik zal even uitleggen wat PlayStation Plus precies inhoudt. Want heel veel mensen denken ook alleen dat PlayStation Plus online is. Want als jij op de Xbox 360 volgens mij online wou, of op de Xbox One, ik weet niet of het de Xbox One ook nog is. In ieder geval, als je daar online wou, dan zou je moeten betalen en dan kon je alleen online. Dat was alles. Je betaalt echt alleen maar voor het online gamen. En dat is bij de PlayStation Plus is dat niet echt het geval. Want je krijgt er heel veel andere opties bij. Die heel veel mensen misschien niet weten of juist vergeten. Want er is één ding en dat is het allerbelangrijkste. En dat is je maandelijks games krijgt. En geloof me, dat zijn echt niet de slechtste games. Maar ik zal het even uitleggen. PlayStation Plus, dat is abonnement. Dat is ongeveer 50 euro per jaar. Volgens mij 49 euro, 99 is voor 50 euro per jaar. En je kunt per maand kun je betalen of per 30 dagen. Hoe duur dat precies is, dat weet ik niet. Volgens mij 15 euro of zo, iets in die richting. Of 20, volgens mij 15 dacht ik. Ja, ik weet niet precies. Maar in ieder geval, het komt erop neer. Trouwens, het is niet logisch 15 euro per maand als een heel jaar 50 is. Dus dan moet je maar even kijken. In ieder geval, een heel jaar kost 50 euro. Ik heb er 50 euro voor betaald. En er was laatst een actie. Dat jij, als jij de PlayStation 4 kocht, of in ieder geval tijdens de release van de PlayStation 4 was dat. Dat hoefde niet per se op de PlayStation 4 te gaan. In ieder geval, als je toen de PlayStation Plus kocht, dan kon je dat voor 30 euro kopen of zo, 35 euro. En ik had dat niet gezien, ik had al gelijk 50 euro betaald. Ik had hem en gelijk via PayPal had ik een PlayStation Plus gekocht, dat was 50 euro. Dus als ik gewoon op had gelet, dan had ik kunnen zien van, voor 35 euro kon je het ook gewoon kopen. Klein beetje dom van mij, maar ik heb het nou toch en ik moet het toch hebben. Dus ja, een paar euro meer betaald is stom. En trouwens, ik weet niet of ik al gezegd heb, dit is trouwens een nuclear gameplay van gisteren. Ik had gisteren 3 matches op rij, waarbij ik de eerste match een brutal had. Toen was de match afgelopen, de tweede match had ik in de eerste ronde echt, zat ik keihard te spankillen. Ik zat echt op een perfecte spot, maar heel mijn team die viel terug. En ik viel ook mee terug. En toen moest ik zo ver terugvallen, want zij gingen snipen, dus ik kon niet meer die spanning kijken. En toen werd ik een keertje in mijn rug genaaid of zo. Ik weet niet meer precies hoe dat was. Of er kwam iemand aan trouwens, die kwam echt precies recht voor mijn neus om de hoek, terwijl ik echt helemaal in de verte zat te kijken. Zoiets was het volgens mij. En daarna was deze match, dus op zich best goede matches allemaal, dus deze is niet oud, is van gisteren. Maar waar ik het dus over had, over PlayStation Plus. Nou, als je PlayStation Plus koopt, dan is het niet alleen dat je dus online krijgt. Je krijgt de Instant Game Collection en dat is dat jij maandelijks gratis game krijgt voor de PlayStation 4, PlayStation 3 en de PlayStation Vita. Het is dus niet zo dat je altijd alleen maar voor de PlayStation 4 krijgt, soms voor de 3 en zo. Maar voor die 3 consoles krijg jij games en het is eigenlijk altijd 4 of de PlayStation 3, Vita zit er nog bij. Maar het is eigenlijk altijd een game voor de PlayStation 4 of de 3
Of misschien beide soms, dat kan ook natuurlijk al nog komen. In ieder geval, afgelopen maand kregen wij een PlayStation 3 game en dat was Grid. En dat is ook nog een game van volgens mij 60 euro of zo. In ieder geval als je hem in de store koopt wel. Misschien als je nou echt op internet gaat zoeken naar goede koops of zo, dan kun je hem al voor 30 euro kopen. Maar het is op zich al mooi. Als je nou echt een game van 30 euro, terwijl je per maand al 50 euro betaalt. En je hebt de eerste maand al 30 euro game gekregen. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. In ieder geval, ik zal zo meteen even alle games opnoemen die deze maand uitgekomen zijn. En verder rest heb je natuurlijk enorme kortingen. Er worden soms gewoon dingen gekozen waar jij dus speciale korting op krijgt. Alleen voor de PlayStation Plus members. En dat is op content, dus gewoon DLC's. En op games. Jij kan zelf niet kiezen van ik wil 20% korting op bijvoorbeeld Call of Duty DLC. Dan moet dat allemaal net in de aanbieding zijn. Maar het is toch mooi dat er korting bij zit. Bij de rest heb je exclusieve toegang op betas en demo's. Dus als er demo's of zo uitkomen voor betas, dan komen ze eerst voor de PlayStation Plus mensen beschikbaar. En daarna pas voor de mensen die dat niet hebben. Want dit is dus gewoon voor alle consoles. Hè. PlayStation 3, PlayStation 4 en de Vita. Dus mocht jij PlayStation Plus op je PlayStation 4 kopen, heb je het ook op je PlayStation 3. En dat is heel mooi. En voor de rest, ja, opslag in de cloud. Je kunt save games kun je opslaan op de cloud. En dat is, ik weet niet hoeveel, 2 gig of zo. Dat weet ik niet precies, maar in ieder geval, dat is iets wat heel erg chill is. Want persoonlijk, ik heb al een keer gehad dat ik al mijn gameplays kwijt was. Nee, sorry, gameplays zeg ik nog gameplays. Al mijn save games kwijt was, omdat ik nogal stom was. Ik had, wat had ik ook gedaan op de PlayStation 3? Dat was, ik had volgens mij iets van fabrieksinstellingen teruggezet of zo. En toen was ik ineens alles kwijt, maar ik had niet goed gelezen. Dus dat was echt enorm kut. Toen was ik bezig met trofies. Ik deed toen echt enorm veel trophy games. Helemaal 100% uitspelen, platinum, weet je wel. En ik was toen bezig met Little Big Planet. En Little Big Planet 1 is enorm moeilijk. De mensen die hem hebben, die zullen het misschien wel weten. Het is echt enorm moeilijk om dat spel platinum te halen. En ik was er toen mee bezig alle levels uit te spelen zonder dood te gaan. Ik was serieus bij het laatste level. Het klinkt echt zo ongelooflijk van ja, tuurlijk. Maar het was echt zo. En toen had ik dus mijn save game verwijderd of zoiets. Dus dat was wel zo kut. Ik deed toen heel vaak ook save games op USB-stick. Dus ik had gelukkig nog een save game van een tijdje terug. Dus ik hoefde niet alles meer overnieuw te doen. Maar het principe dat je nou dus gewoon alles kan opslaan op de cloud is wel enorm handig. En volgens mij kun je ook automatisch instellen dat hij alles automatisch aan die cloud toestuurt. Dus dat is ook echt iets heel chills. En ik zal nou even die Instant Game Collection van afgelopen maand vertellen. Dus op de PlayStation 4 hadden we Resogun en Contrast. En dat zijn twee ja, redelijke games. Het zijn gewoon games van 15 euro of zo. Echt van die PSN games. Ze zijn geinig om een keer te spelen. Maar het zal geen game zijn als Battlefield of zo. Die je echt heel leuk vindt. Maar dat kan dadelijk in de toekomst dus wel komen. Maar voor de eerste maand is dat niet. Volgens mij krijgen we in de toekomst ook dat nieuwe race spel van de PlayStation 4. Ik weet dus ook niet meer hoe die precies heet. Drive Club was dat. Die krijgen we sowieso ook nog een keertje. Maar in ieder geval, je hebt twee games voor de PlayStation 4 deze maand. En dat zijn matige games. Maar als je dan gaat kijken naar de PlayStation 3, dan krijgen we Grid 2. Nou, dat is gewoon een echte top game, serieus. Ik bedoel, het is misschien niet iets wat jij leuk vindt, maar het zit wel, zeg maar, bij de gewoon casual games, zeg maar, die je gewoon in de winkel gaat kopen. En niet een PSN game waar je eigenlijk helemaal niks om geeft. Dus het is wel gewoon een normale game. Verder rest heb je Little Big Planet Karting. Nou, dat is ook gewoon een volledige game. En volgens mij had je, ja, je hebt Uncharted 3, alleen de singleplayer versie heb je daarvan, die kun je gratis krijgen. En dat zijn drie echt ja, goede games. En verder rest heb je nog Remember Me, nooit van gehoord. XCOM, Enemy Unknown, ook niet van gehoord. Een of andere naam die ik niet uit kan spreken, Guacamelee of zoiets. Misschien spreekt het helemaal verkeerd uit. In ieder geval dat spel nog en Dragon Dogma. Nog iets. Maar maakt niet uit, in ieder geval dat zijn allemaal die kut games. Maar het komt er dus meer, je hebt sowieso al drie hele goede games. En dat vergeten heel veel mensen. Mensen denken, oh je betaalt voor PlayStation Plus, je betaalt alleen voor online. Maar je krijgt die games ook nog. En verder rest hebben we ook nog PlayStation Vita games. Dus mocht je een PlayStation Vita krijgen, of hebben. Kan ook als je hem krijgt, maar niet uit. In ieder geval krijg je ook nog Uncharted Golden Abyss. En Grand Theft Auto Liberty City Stories. En Gravity Rush. Er zijn ook gewoon twee daarvan. Zijn ook gewoon goede games. GTA Uncharted. Mooi, perfecte games. En ja, ik zou zeggen, waarom zei hij erin zo over PlayStation Plus? Het is misschien wel anders dan PlayStation 3. Maar je moet wel nagaan, PlayStation wil winst maken. En als jij gewoon wil kunnen genieten van jouw PlayStation, dan moeten zij wel winst maken. Want als ze geen winst maken, dan stoppen ze ermee. En zo simpel is het. En jullie hebben net trouwens al mijn nucleur gezien, volgens mij. Die zijn wel lang voorbij. Volgens mij maak ik hier nog één sniper kill. In ieder geval, die komt er gerecht van mijn neus. Moet kijken, dat is echt één. Wacht even. Trouwens, vette camera, serieus. Maar hier. Je zag hem niet in de vet. Nee, staat hij eronder. Hij was op naar beneden gesprongen. Maar in ieder geval, dat is in ieder geval wat ik jullie wil vertellen over PlayStation Plus. Dat mensen gewoon niet zo moeten zeiken. Ik bedoel, het kan zijn dat je het veel geld vindt. Dat kan. Daar is niks mis mee.
Maar het feit dat je niet alleen online krijgt, het is gewoon dat het gewoon veel meer is dan alleen online. En dit is ook vies. Ik kon niet verder draaien omdat ik op de grond lag. Dan gaat dat fucking traag. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vonden. Als je de video leuk vond, laat een like achter. En volgens mij krijgen jullie zo meteen outro te zien. En ik kan in de outro's trouwens geen muziek meer doen. En dat komt, YouTube is op het moment helemaal gek aan het worden. En niet op mij, maar in het algemeen. Ze willen alle copyrighted muziek wil ze verwijderen. Ik had ook al gehoord dat ze ervoor willen zorgen dat er geen videogames meer op YouTube geplaatst kunnen worden. Maar als ze dat doen, dan krimpt YouTube zo ver in. Dus dat gaat YouTube gewoon helemaal failliet, als het ware. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die leuke video's maken. Maar gamen is gewoon enorm groot op YouTube. Dus dat kunnen ze gewoon niet verbieden eigenlijk. Maar in ieder geval, als ze dat gaan doen, dan zijn we zwaar de lul. Maar het komt er in ieder geval op neer. Ze gaan al die muziek gaan ze strijken. Dus iedereen die nou nog muziek erop zet, die niet van jou is, terwijl het wel non-copyright muziek is, maakt niet uit. Dan krijg je in ieder geval problemen. Dus in ieder geval, de video's die er nou nog op staan, die worden allemaal nou geplaatst met reclame erlangs voor de ontwikkelaar van het liedje en niet voor degene die de video's maakt. En in ieder geval, dat wil ik je nog vertellen. Dus in mijn outro's voor de komende tijd geen muziek. Misschien als ik dadelijk erachter kom dat ik nog een of andere gave heb dat ik muziek kan maken. Dan zal ik misschien nog een leuk muziekje maken voor de outro. Maar daar gaan we niet vanuit. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer als jullie meer willen zien. En ik zou zeggen, klik op deze twee video's hier in de outro. Ik heb nu outro gemaakt, ziet er misschien wel leuk uit. In ieder geval, klik op deze twee video's als je het nog niet gezien hebt. En tot de volgende keer. Houden we.